optimisme in Libanon omdat voor het eerst een vredesakkoord is getekend door de strijdende partijen in het land. Een politieman in Egypte kreeg levenslang voor het doodschieten van 7 Israëliërs. 9 Polen die Amsterdam met een schip aandeden, zijn in Nederland achtergebleven. Goedenavond. Onder toezicht van Syrië hebben de 3 grootste strijdgroepen van Libanon vandaag een akkoord getekend dat een eind moet maken aan de 10 jaar oude burgeroorlog. Het voorziet onder meer in een meer evenwichtige machtsverdeling tussen de moslims en de tot nu toe bevoordeelde christenen. De kans dat het ook werkelijk wordt uitgevoerd lijkt wat groter dan bij soortgelijke akkoorden die in het verleden werden gesloten door politieke leiders. Nu hebben namelijk voor het eerst militaire leiders hun handtekeningen gezet. Mannen die strijdgroepen achter zich hebben die sterker zijn dan het officiële Libanese leger. En in de tweede plaats krijgt dit akkoord alle steun van Syrië. Het werd vanmiddag getekend in Damascus in aanwezigheid van de Syrische vicepresident Ghadam. Deze Ghadam had de leiding bij de zeer moeizame onderhandelingen over het akkoord die 3 maanden geduurd hebben. De eerste die tekende was Nahib Berri, leider van de 900.000 Sjiïtische moslims in Libanon. Berri heeft een zeer sterke strijdgroep, maar zijn gezag wordt aangevochten door extremistische Sjiïten die van Libanon een islamitische republiek willen maken, naar het voorbeeld van Iran. De tweede die tekende was Walid Jumblat, leider van 250.000 Druzen, een zeer hechte bevolkingsgroep met een strijdgroep die verscheidene militaire successen heeft behaald. De derde man die tekende was Eli Hubeika, leider van de sterkste christelijke strijdgroep. Hubeika treedt op als vertegenwoordiger van de 1.000.000 christenen in Libanon. Maar verscheidene invloedrijke christenen zijn tegen dit akkoord omdat het hun oude voorrechten aantast. Veel Libanezen en ook Druzenleider Jumblat zijn daarom niet erg optimistisch. It's a question of trust. And it's a question also of technicalities on the ground. How to implement it, we'll see. Have you talked about all the technicalities? Not yet. Not yet. So there is still a round of talks? I think so. I hope so. Are you optimistic? I'm always realistic. De Egyptische politieman die begin oktober 7 Israëlische toeristen heeft doodgeschoten, is veroordeeld tot levenslang. De politieman, Suleiman Ghater, stond terecht voor een militaire rechtbank. Een verzoek om het vonnis te laten herzien door een burgerrechtbank is afgewezen. Ghater stond op wacht bij de Egyptisch-Israëlische grens in het Sinaï-gebied. Volgens zijn eigen verklaring heeft hij de toeristen verschillende keren gewaarschuwd het terrein te verlaten, omdat het niet voor bezoekers toegankelijk is. Toen de Israëliërs zijn waarschuwingen in de wind sloegen, begon Ghater in het wilde weg te schieten. Hij doodde 7 van hen, 3 volwassenen en 4 kinderen. Ghater zei voor de rechtbank dat hij niet wist wat hij deed. De schietpartij vond plaats vlak nadat Israël een vergeldingsbombardement had uitgevoerd op het PLO-hoofdkwartier in Tunis, waarbij 60 mensen omkwamen. In Ikiyat, de woonplaats van Ghater, werd door honderden mensen gedemonstreerd. Zij vinden dat Ghater niet veroordeeld mag worden. De hele week is er in Egypte gedemonstreerd door linkse partijen en islamitische groeperingen. Ze eisten dat Ghater wordt vrijgelaten omdat hij zijn patriotische plicht deed. Bij de demonstraties werden 140 mensen gearresteerd en raakten er 100 gewond. In Jeruzalem werd op het vonnis gereageerd met de opmerking dat dit het minste is wat Egypte kan doen na de moord op 7 mensen. President Reagan heeft Israël gevraagd terughoudend te zijn in zijn reactie op de bloedige aanslagen die gisteren werden gepleegd in Rome en Wenen. In brieven aan Israël en andere landen in het Midden-Oosten zegt Reagan bezorgd te zijn dat het geweld alsmaar erger wordt en elk vredesgesprek onmogelijk maakt. In Rome en Wenen zijn vandaag nadere bijzonderheden bekendgemaakt over de 7 jonge mannen die de 2 bloedbaden veroorzaakten. In Rome woonden 4 terroristen tot aan hun aanslag in een pension aan de Via Cavour. 3 van hen kwamen zelf om, samen met nog 12 anderen. De enige terrorist die nog leeft had een brief bij zich aan het adres van Israël.
Omdat u ons land en ons volk geweld hebt aangedaan, staat erin, doen wij alles geweld aan, zelfs uw kinderen, om u de droefheid te laten voelen van onze kinderen. In Wenen zijn de namen bekendgemaakt van de drie die het bloedbad daar veroorzaakten. Eén van hen, Saad Kwi, werd zelf doodgeschoten. De twee anderen liggen in het ziekenhuis. Eén is zo zwaar gewond dat hij nog niet verhoord mag worden. De andere weigert alle medewerking. Er zijn aanwijzingen dat alle daders Palestijnen waren, maar tot welke groep ze behoorden blijft onduidelijk. In Afrika is de fameuze Amerikaanse bioloog Diane Fossey vermoord. De omstandigheden waaronder dat is gebeurd zijn nog onduidelijk. Het lijk van de bioloog werd in Rwanda gevonden, waar Fossey het gedrag van de zeldzame berggorilla's bestudeerde. Diane Fossey werd vooral bekend door haar kennis van de gorilla's en door haar strijd zeldzame diersoorten te beschermen. Ze publiceerde tientallen artikelen en boeken over de berggorilla's van Rwanda. Ze sprak altijd over haar gorilla's en imiteerde de taal van de dieren. De excentrieke bioloog legde zelfs een begraafplaats aan voor gorilla's. En, zo zei ze eens in een interview, ik heb geen vrienden. Hoe meer je komt te weten over de waardigheid van de gorilla, hoe meer mensen je vermijdt. 9 Poolse opvarenden zijn niet op het cruiseschip Rogalin teruggekeerd toen dat schip gisteren na een bezoek aan Amsterdam weer vertrok. Het waren een echtpaar met 2 kinderen, 2 jonge echtparen en een lid van de bemanning. Volgens de politie is niet bekend waar deze mensen verblijven. Ook van asielaanvragen is nog niets bekend. In Hamburg keerden 235 Polen niet terug op 3 Poolse schepen die deze stad aandeden. Het nieuwsoverzicht nu. Na de aanslagen op de luchthavens in Rome en Wenen wil de Rijkspolitie op Schiphol meer mankracht en meer materieel. De Rijkspolitie wil er 30 tot 40 beveiligingsmensen bij hebben. Ook wil ze dat de panzerwagens op de luchthaven worden vervangen. De huidige zijn volgens de Rijkspolitie in elk opzicht verouderd. Een zaalvoetbaltoernooi in Eindhoven eindigde gisteren in een chaos. Het evenement was bedoeld als verbroederingstoernooi tussen supporters van PSV, NAC, Utrecht en Ajax. De boel werd kort en klein geslagen en de politie raakte slaags met een aantal supporters. Messen, ijzeren staven en kettingen werden in beslag genomen. Er zijn 12 arrestaties verricht. De meeste rolstoelen in ons land voldoen niet aan de minimum kwaliteitseisen. Dat zegt de gemeenschappelijke medische dienst na een onderzoek. Ruim 200 rolstoelen werden door het GMD onderzocht. Slechts 1 op de 8 bleek van voldoende kwaliteit. De vliegtuigfabriek Fokker heeft vandaag de eerste proefvlucht gemaakt met een nieuw type vliegtuig, de Fokker 50. Een verkeersvliegtuig bedoeld voor korte afstanden. Het biedt plaats aan 50 passagiers. Fokker heeft inmiddels 38 vliegtuigen van dit type verkocht aan 6 verschillende luchtvaartmaatschappijen. In de tweede helft van 1986 zal de eerste Fokker 50 kunnen worden afgeleverd. En dan ons laatste onderwerp, dat gaat over het weer, maar dat hoort u van Han Mellink. Hollandse kan het niet. Dit zijn beelden die aan het eind van de middag gemaakt werden in het midden van het land, waar het vrijwel de hele dag erg mistig bleef. In het noorden van het land, daar kwam de zon wel goed door. En dat zien we op deze satellietfoto. De sneeuw, waar we het gisteren over hadden, die is niet gekomen, maar het heeft echt heel weinig gescheeld. Deze bewolking boven het zuiden van het land, daar viel bij ons geen sneeuw uit, maar wel boven de Belgische Ardennen. Op de weerkaart zagen we gisteren een lage drukgebied aankomen vanuit de Golf van Biscayen met een sneeuwgebied. En dat lage drukgebied heeft vandaag veel sneeuw gebracht in Midden- en Noord-Frankrijk en ook in Duitsland. Het sneeuwgebied heeft ons dus net op een haar na gemist. Het lage drukgebied neemt nu de sneeuw mee richting Polen. Maar de sneeuwliefhebbers in ons land hoeven nog niet te wanhopen, want er zit nog steeds sneeuw in de lucht. Alleen nu gaat de sneeuw uit het noorden komen, als het goed is. We gaan terug naar de satellietfoto en dan zien we voor onze kust sneeuwbuien. Dat zijn al die witte vlekken. En die hele Noordzee zit vol met buien. Dat kunnen we zien als we naar het noorden toe gaan. En dan zien we allemaal buien zitten tot ver boven het noordelijk deel van de Noordzee.
bij Schotland en bij de Shetland-eilanden daar ook sneeuwbuien. En ten noorden van de Shetland-eilanden verdwijnen de buien geleidelijk aan in de poolnacht. Deze noordelijke stroming die wordt geleidelijk aan wat krachtiger. En daardoor kunnen die sneeuwbuien nu ook naar ons land toekomen. Morgen gaan we er al iets van merken in de noordelijke provincies. Vannacht is het nog een overwegend droge nacht met lage temperaturen. Lichte vorst aan de kust, matige vorst op verschillende plaatsen in het binnenland. Mist ook weer op veel plaatsen. En die lage temperaturen met die mist, dat geeft natuurlijk risico's voor het wegverkeer. Dan morgen, dan zien we de temperatuur geleidelijk aan oplopen tot iets boven nul aan de kust. En in het binnenland, waar die mist blijft hangen, daar kan het de hele dag licht vriezen. De eerste buien gaan dan morgenochtend al vallen, sneeuwbuien in de noordelijke provincies. Later misschien ook aan de westkust. Maar de meeste sneeuwbuien vallen toch morgen in de noordelijke provincies. Dan, dit koude weer, dat houden we tot en met de jaarwisseling. En het kan zijn dat het nieuwe jaar, dus dat het op nieuwjaarsdag, dat er dan een einde komt aan deze koude periode met een flink pak sneeuw. Maar daar zijn we nog lang niet zeker van. Tot zover dit journaal. Goedenavond.